Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe talkvideo. Deze video ga ik een pittige stampot met mais en kidneybonen maken. Ja, wat je nodig hebt is, ja, voor twee personen is het 4 tot 5 aardappelen, 2 paprika's. Bakjes cherry tomaten, dit is paprika's, dat is cherry tomaten, hier zijn aardappelen, maar wij doen het voor 4 personen, of ja, 3-4 personen. 1 ui, maar wij doen er 2. Eigenlijk de rode peper, maar die gebruiken wij niet. 1 teen knoflook, dat is hier, wij doen er 2. Zoals je ziet. 150 gram mais. Wij doen wat meer, maar dat maakt niet uit. En dan nog kidneybonen. Daarvan 125 gram. Wij doen ook wat meer. En dan nog een snufje zout en peper. Laten we beginnen. Schil de aardappelen en snijd ze in 2 stukken en als het nodig is in 4 stukken. Voordat de aardappels op het vuur gaan, ga je een klein beetje water in de pan doen en een beetje zout. En zo kan de aardappels gaan koken. Dat doen we ongeveer 20 minuutjes. Dan snijden we de cherry tomaatjes, de paprika, de knoflook, rode peper en de ui in stukjes. We doen een scheut olie in de pan, zet het vuur aan, doen paprika, knoflook, ui, tomaatjes en rode peper in de pan. En dit laten we 6 tot 8 minuten totdat de groenten zachter zijn. Daarna voegen we het mais erbij en de kidneybonen. Klein beetje door elkaar roeren. Daarna nog wat zout en peper toevoegen. Dat natuurlijk ook er doorheen roeren.
Nu gaan we weer verder met de aardappelpuree. We doen een klein beetje tootvocht in een badje. De rest gieten we af, het water wat er in de pan zit. Dan stampen we de aardappelen totdat het helemaal gestampt is. Voegen we nog een beetje tootvocht erbij toe en doen we dat ook nog er doorheen pratten. Dan voeg ik er nog wat nootmuskaat bij. En dan is de aardappelpuree helemaal klaar. Dus kan de aardappelpuree bij de kidneybonen, mais, tomaten, rode peper, al dat soort dingen. En dat gaan we heel goed er doorheen roeren, zodat het een echte lekkere stamppot is. En zo heb je een lekkere pittige stamppot met mais en kidneybonen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk en gaan jullie het ook maken, want dit was een super leuke video om te maken en super lekkere stamppot. Tot de volgende keer!